Op 1 mei is het proces tegen Gerard van der Tiel begonnen in zaken de dood van Nathalie Polak uit Buren. Zij kwam nieuwjaarsnacht dit jaar om bij een woningbrand. De officier van justitie stelt dat de verdachte het slachtoffer heeft verkracht, op het hoofd heeft geslagen en daarna brand gesticht heeft. Uit het verslag van de patholoog-anatoom blijkt dat de doodsoorzaak waarschijnlijk de klappen op haar hoofd zijn geweest. Van D. was niet aanwezig bij de zitting. Eerder verklaarde hij dat hij Nathalie heeft geslagen nadat ze hem had aangevallen. Er zou volgens hem al langer sprake zijn van een seksuele relatie. De daadwerkelijke rechtszitting vindt naar verwachting pas plaats in het najaar. Tot die tijd wordt meer onderzoek verricht.